In onze voorlaatste les van Photoshop 3 gaan we trachten van een animatie te maken. Ik heb daarom een lucht, een hemel geselecteerd en ik ga dus deze raket daar laten in opstijgen. En dat nog wel in Photoshop. Dus wat doe ik? Ik neem mijn raket. Ik zet ze hier in mijn foto. Ze is natuurlijk veel te groot. Daarom doen we een Ctrl-T. We duwen de Shift in en we verkleinen. Zoiets. Zoiets ongeveer. En we enteren. We gaan nu een beetje vergroten, een beetje inzoomen, zodat we onze raket goed kunnen selecteren. Want dat wit hier willen we er natuurlijk niet bij. Daarom ga ik naar onze snelle selectietool hier. Zo. Nog een beetje bijzetten hier. En dit hier nog. Zo. En we zetten daar een masker op, zodat onze raket alleen overblijft. Terug een beetje uitzoomen. Zo. Nog een beetje. Zo, we gaan onze raket terug selecteren en we gaan die naar onder brengen, zodat we ze nog juist een klein beetje zien, dat voor de gemakkelijkheid. Wat doen we nu? Nu gaan we dus van dit frame hier, gaan wij dus een kopie maken. We hebben dus een tweede. Hier. En we nemen onze raket nu en brengen die helemaal naar boven. Zoiets. En we zetten daar onze dekking op 0. Of praktisch 0. Zo. En nu komt de clue, dat is dus dat we hier animatieframes gaan toepassen tussen de twee andere, tussen de andere frames. We klikken erop, we zetten daar, we gaan er genoeg nemen, 20 frames bij, toevoegen met het vorige frame, ja, oké. Zo. En als we nu op onze animatie gaan klikken hier, zien we onze raket omhoog stijgen en stilletjes verdwijnen. En dit was dus een van de laatste oefeningen van onze voorlaatste les. Je kan deze animatie dus opslaan als een GIF-file, wat het meest gebruikelijke is.